Hardware Info Smart TV Streaming wordt mede mogelijk gemaakt door hosting van IS. In deze aflevering van Hardware Info TV, de Asus GeForce GTX 980 Poseidon en Matrix Platinum. Welkom bij Hardware Info TV. Wie op zoek is naar een GeForce GTX 980 kan sinds kort bij Asus terecht voor twee nieuwe kaarten. Ze hadden al een referentiekaart en de Strix, maar er is nu ook een Poseidon en een Matrix Platinum. Nou, het zijn allebei kaartsoorten die we eerder ook al hebben gezien bij de 780, maar nu dus ook bij de 980. En eigenlijk twee nieuwe kaarten voor eigenlijk twee verschillende doelgroepen. Ja, het maakt het aantal keuzes natuurlijk ook wel wat ingewikkelder. Het zijn natuurlijk kaarten die ietsje meer kosten dan zo'n referentiekaart. Nou, één kaart die voorzien is van een waterkoelingsblok, die je ook wel zonder waterkoeling kunt gebruiken, maar echt voor die markt bedoeld is. Ja. En een kaart die voor het extreme overklokken bedoeld is. De Poseidon is degene met de waterkoeler. En de Matrix is dan degene voor de overklokkers. Nou, ze zijn inderdaad allebei wat duurder. Nou, laten we maar even met die Poseidon beginnen. Die kaart kost gemiddeld zo'n €685. Dat is €85 meer dan de gemiddelde prijs van de Asus Strix GTX 980. Eigenlijk hun normale, meest verkochte GTX 980 variant. Ja, als we de specificaties van beide kaarten vergelijken, zit daar ook eigenlijk weinig verschil tussen. Standaard klokfrequenties zijn bijvoorbeeld identiek. Het gaat hem dus puur om die koeler. En die koeler, ja, je zei het al, is dus direct voorbereid op een custom waterkoelset. Je hoeft hem daar niet bij te gebruiken, want het is ook gewoon een normale luchtkoeler met twee ventilators. Maar je hebt dus eigenlijk alles om direct op een custom waterkoelset aan te sluiten. Ja, hij is natuurlijk wel duurder dan die Strix, dat zei je net al. Maar goed, ja, die waterkoelerblok krijg je erbij. En dat is natuurlijk wel een reden dan, als je water wil gaan koelen, dan moet je dit gaan kiezen. Ja, en misschien ook wel het voordeel van dat het een 2-in-1 oplossing is, is ook als je zoiets hebt van, ja, ik ga misschien over een jaar overstappen naar waterkoelset, maar nu nog niet. Kun je hem gewoon tijdelijk gewoon als luchtkoeler gebruiken en dan over een tijdje overstappen op zo'n custom set waar je dan, ja, zoals we hier op de foto laten zien, handig op kunt aansluiten. En het voordeel is natuurlijk ook, je hoeft er niet zo'n speciaal koelblok voor te kopen. Garantie is helemaal voor elkaar met het apparaat. Geen gedoe wat dat betreft. Je hoeft niet zelf de boel eraf te halen. Dus dat is in principe wel een groot voordeel als je dus wil gaan waterkoelen. Ja, maar laten we het er maar meteen bij zeggen, en dat zullen we dadelijk ook gaan zien in de grafieken. Je moet deze kaart wel echt alleen maar kiezen als je dat daadwerkelijk van plan bent. Want nog afgezien van het feit dat je meer geld kwijt bent dan voor een Strix, zullen we ook zien dat de luchtkoeler, zoals die erop zit, toch net wat minder presteert als die van de Strix. Nou, dan de Matrix Platinum is een nog wat duurdere kaart. Gemiddeld kost die zo'n €750. Deze kaart is gericht op de echte die-hard overklokkers. En daarvoor heeft Asus de PCB compleet opnieuw ontworpen en ook de kaart van aardig wat extra features voorzien. Ja, echt van alles en nog wat. Wat ook heel bijzonder is natuurlijk het kaartje wat je daarbij hebt liggen. Dat krijg je dus overigens standaard niet bij. Dat moet je eigenlijk echt mensen van Asus kennen om die te kunnen krijgen. Dus ja echt, laten we zeggen, de vriendjes van Asus, die kunnen daar makkelijk aankomen. Maar dat is echt een kaartje waar je echt nog een stap verder mee kan gaan. Maar je ziet ook inderdaad dat de PCB is helemaal opnieuw ontworpen. Ja. Een enorme hoeveelheid fases die erop zitten. 14 stuks. En voor de rest zien we hier en daar nog wat extra connectors en knopjes. Die 14 fases die moeten ervoor zorgen dat je altijd genoeg stroom naar de GPU kunt brengen. Om dat ook daadwerkelijk naar de kaart, naar die fases toe te loodsen, heeft de kaart twee 8-pin pech connectors. Wel wat ruime meter voor zo'n kaart als dit. Zeer ruime meter voor GTX 980. Twee schakelaartjes hier en hier. De één, daarmee stel je de kaart in op de zogenaamde LN2-modus. En wat dat in feite doet, is alle beveiligingen eraf trekken. Dus geen beveiliging voor te hoge voltages. Geen beveiliging meer voor te veel stroomverbruik. Dus allemaal op eigen risico en succes ermee. En de andere is de zogenaamde memory defroster. En dat is echt bedacht op mensen die met vloeibare stikstof aan de slag zijn. Dan kan het soms zijn dat je GPU zo koud maakt dat ook de geheugenchips eigenlijk te koud worden om nog goed te functioneren. En daar heeft Asus een geïntegreerde verwarming in gezet. En met dat knopje kun je geheugenchips makkelijk ontdooien en dus weer aan de praat krijgen. Dat zijn de functies met speciale knopjes. Wil je die gebruiken? Wat het zegt al over garantie, dan moet je wel eerst hier twee soldeerbruggetjes maken. Ja, in feite is dat een soort dongel om aan te geven. Ik ga de kaart modificeren. Ik heb er echt mee geknoeid. Ja, en ik hoef geen garantie meer. Waar je niks hoeft te modificeren is dat knopje hier achterop. Dat is de zogenaamde safe mode. Wat gebeurt als je daarop drukt, dan gaat de kaart in één keer terug naar eigenlijk zo laagst mogelijke instellingen. Kun je bijvoorbeeld gebruiken tijdens extreme overklokmogelijkheden, als je ineens vast lijkt te lopen, je drukt erop en dan zou je het weer moeten doen.
Maar bijvoorbeeld ook als je net een benchmark run hebt gedaan op zo hoog mogelijke settings. Je wilt toch nog even stabiel dat screenshot maken. Dan kun je ook op die knop drukken. Waar je dus weer voor moet solderen zijn de aansluitingen hier. En daarmee kun je, zoals je net al zei, dit kaartje aansluiten. Ja, de Matrix panel, hoe die volgens mij officieel heet. Kun je dus alleen krijgen als je de juiste 06 nummers van mensen bij ASUS hebt. Maar wat je hiermee kunt doen is sowieso twee van deze kaarten aansluiten en de voltages synchroniseren. Dus dat je niet alles twee keer hoeft in te stellen. Maar je kunt sowieso ook de voltages voor de GPU en het geheugen en de PLL makkelijk met plus- en min knopjes instellen. Direct aflezen met dit hex display. Dus op die manier krijg je als diehard overklokker nog wat extra mogelijkheden. En we gaan nu kijken naar de testresultaten. Ja, en dan blijkt natuurlijk in eerste instantie en dat is op basis van de klokfrequenties niet verbazingwekkend, dat van de vier ASUS kaarten de Matrix het snelste is. Die wordt namelijk geleverd met de hoogste klokfrequenties out of the box. Het scheelt allemaal niet zo verschrikkelijk veel en laat ook duidelijk zijn, zeker die Matrix is natuurlijk echt bedacht op als je de hoogste prestaties wil om daar zelf mee verder te gaan. Wat we hier zien is enerzijds het stroomverbruik, anderzijds de temperatuur. Nou, stroomverbruik, wederom op zijn standaard instellingen, zien we toch eigenlijk wel een beetje dat hoe hipper de kaart, hoe meer stroom ze verbruiken. Zeker die Poseidon, het is natuurlijk allemaal het stroomverbruik van het complete testsysteem. Er zit dus ook die waterkoeling in. Daar zit die waterkoeler bij en dan zie je dus ook wel dat je bij die Poseidon wat meer kwijt bent. Maar ook gewoon die Matrix, vermoedelijk dankzij de extra fases en andere dingen, gebruikt ook wel wat meer dan een Strix kaart. Als we kijken naar de temperatuur, daar hebben we de Poseidon-kaart getest, aangesloten op zo'n waterkoelset, op een set van Larkoeler. En daar zien we dat dat wel echt effect heeft. Want die komt ineens nog maar iets boven de 43 graden. Waar een Matrix Platinum en een Strix allebei tussen de 60 en de 70 graden zitten. Nou, dat zou natuurlijk ook wel weer voordelen kunnen geven op het moment dat je een stukje gaat overklokken. Dat werkt daar zeker aan bij. En laat sowieso ook duidelijk zijn dat de Matrix Platinum en de Strix sowieso een stuk lagere temperatuur hebben dan de referentiekaart. Nou, dit is nogal een interessante, de geluidsproductie. Ik zei zojuist al, als je niet van plan bent om extreem te gaan overklokken en ook niet van plan bent om met waterkoeler te gaan aan de slag te gaan, dan is vermoedelijk een Strix de beste keuze en dat komt eigenlijk hierdoor. Ja, die is duidelijk het stilst. Je ziet toch wel, dit is natuurlijk wel die waterkoelingsopstelling, is hier niet in meegenomen. Hij is gewoon op lucht getest, dus op het moment dat je een goede waterkoeler, dan zal het resultaat natuurlijk ietsje lager zijn. Maar ja, hier op lucht, dan zie je wel heel duidelijk dat daar wel hele grote verschillen zijn. Ja, en het belangrijkste voordeel van die Strix is natuurlijk, daar hebben we het eerder al een keer over gehad, als de kaart niet zwaar belast wordt, zetten ze van de ventilators gewoon compleet uit. En dan meten wij 18 dB, dat is gewoon het laagste wat onze geluidsmeter kan aangeven. Het is natuurlijk wel heel prettig als je systeem niet alleen voor gaming gebruikt. Exact, als je daar gewoon 2D bezig bent, gewoon met internet of wat dan ook, dan heb je gewoon geen geluid. Nou, dat kunnen zowel die Poseidon als die Matrix kunnen dat niet. Bij de Poseidon komen we dan uit op 30 dB, dat is nog altijd fluisterstil. Maar de Matrix toch op 36 is toch nog iets meer dan de referentiekaart. Ja, is gewoon stilletjes. Maar ook onder lood is duidelijk die Strix, zeg maar die goedkope kaart, is duidelijk stiller dan de andere twee. Geen verschillen van dag en nacht, maar toch. En dan, uiteraard gaan we overklokken. En dan het overklokken. Nou, weer eventjes de vier kolommen, want we hebben niet alles op alle manieren overklokt. De linker kolom is de referentiekaart die we niet hebben overklokt. De tweede kolom is de Strix. De derde kolom is de Poseidon. En de vierde kolom is de Matrix Platinum. En dan bovenin overklokken met luchtkoeling en onderin overklokken met waterkoeling. Nou, je ziet met lucht dat het eigenlijk niet zo ontzettend veel uitmaakt. Kijk, we gaan van 1499 naar 1510 met de Matrix. Nou ja, dat is niet zo heel erg bijzonder. Nee, en dat geeft dus ook wel aan, ik zei dat al, er zit een mooie koeler op die Matrix Platinum, maar als je deze kaart gaat kopen, het is echt bedacht om hem eraf te schroeven, want als je zegt van ik wil gewoon gaan overklokken met de standaard koeler, dan is hiermee wel echt bewezen dat je die meerprijs van die Matrix Platinum echt kunt besparen, want met een Strix, met een normale koeler, als je die gewoon maar hoog genoeg instelt, kom je dus vrijwel even ver. Het is echt een verschil van niks. Gaan we aan de slag met waterkoeling en dan is het uiteraard, bij de Poseidon hebben we de eigen koeler gebruikt en bij de Matrix Platinum hebben we een los waterkoelblok gebruikt en die LN2-modus, waarbij we dus de beveiligingen eraf hebben gehaald. En dan zie je dat zo'n LN2-modus toch wel wat voor effect heeft, want dan kom je tot 1640 MHz voor de GPU in ons geval met waterkoeling, tot
2200 MHz voor het geheugen. Nou, dat is toch wel duidelijk meer dan die resultaten op luchtkoeling. Ja, het is natuurlijk altijd nog zo dat op het moment dat het echt mega overklokt gaat worden, bijvoorbeeld ook met LN2 bijvoorbeeld, dat je nog wel een stap verder zou kunnen gaan met deze kaart. Dan ga je nog een heel stuk verder, want dan ga je natuurlijk qua temperaturen echt onder nul. En dan hebben we ook nog niet helemaal aangetoond of die betere resultaten, of dat nou komt door die meer fases en dat soort zaken, of gewoon door het feit dat je bij deze kaart heel makkelijk al die beveiligingen eraf kunt halen. Want er gaan ook al verhalen dat als je zeg maar bijvoorbeeld een Strix kaart zelf zou modificeren en daar gewoon een voltage mod op zou zetten, dat je een hoger voltage kunt instellen, dat je ook wel bij in de buurt komt. Maar goed, dat is in ieder geval met deze kaart wordt je dat wel een stuk makkelijker gemaakt. Ja, en het is natuurlijk leuk om al die extra mogelijkheden tot je beschikking te hebben. Ik denk dat de conclusie vrij eenvoudig is. Ja, die is heel eenvoudig. Zoek je gewoon een kaart voor luchtkoeling die je gewoon standaard wil gebruiken. Laat je dan niet lekker maken door deze dingen. Koop gewoon de Strix, of een vergelijkbare kaart van een ander merk. Want je bespaart je heel wat geld en je krijgt hiermee niks extra. Leuke games kopen. Exact. Wil je een kaart in een custom waterkoeld set gaan opbrengen, ja, dan is die Poseidon toch echt wel een hele mooie keuze. Want eigenlijk betaal je slechts €85 voor een waterblok dan. En het zit ook nog qua garantie en alles klopt. En voor extreme overklokkers, ja, ik zou bijna willen zeggen, baat het niet, dan schaadt het niet. Dan heb je toch met die Matrix Platinum al die mooie mogelijkheden van die extra fases en geen beveiliging. En je moet wel het 06-nummer hebben. Maar je moet wel even de juiste 06-nummers achterhalen. Tot zover Hardinfo TV voor vandaag. Wij zijn er iedere maandag, woensdag en vrijdag. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Wat je los kunt trekken is dat het ergonomisch natuurlijk wel klopt. Dat het scherm ietsje verder van je vandaan staat. Ja. En dat je je toetsenbord precies kunt neerzetten hoe je dat zelf wil. Ja, een klein nadeeltje is wel. Kijk, het is niet het meest comfortabele toetsenbord wat er ooit geweest is. Er zit ook geen touchpad op, maar zo'n trackpoint. Ja. Dat vindt niet iedereen even prettig. Ik moet persoonlijk zeggen, van ja, ik heb jarenlang...